Vandaag bouwen Giel en ik het meest extreme huis ooit. Dit doen we met behulp van de Furniture Mod. Zo kunnen we banken gebruiken, tafels gebruiken en zelfs een keuken maken. En nog veel meer andere dingetjes. In het midden staat een muur. Giel bouwt aan de paarse kant een huis voor mij. En ik bouw aan de blauwe kant een huis voor Giel. En ik ga het mooiste huis bouwen. Hoe bedoel je, jij gaat het mooiste huis bouwen? Ik ga... Trouwens, weet je wat? Doe maar. Het wordt toch mijn huis namelijk. Bouw jij maar lekker het mooiste huis. Ik bouw het lelijkste huis voor jou. Ik maak een mooi huis voor jou, oké? Oké, zal ik dan ook een mooi huis proberen te maken voor jou? Ja, ja, doe maar. Anders is het toch niet eerlijk. Dat is inderdaad waar. De kijkers bepalen namelijk aan het einde van de video wie het mooiste huis heeft gebouwd. En diegene wint. Oké, dan ga ik extra mijn best doen. Oké. Ik ga het ook doen, Giel. Super veel succes met het bouwen van je huis. Doei! Giel houdt super erg van de kleur paars. Dus laten wij er lekker wat paarse blokken bij pakken. En ik zie hier al super veel paarse dingen. Zoals een paarse trampoline. Wat? Dat is zo cool. Ook kunnen we gebruik maken van deze rare paarse pilaren. En ik denk dat we dat ook nog gaan doen ook. Die zien er namelijk zo cool uit. Dit zijn een soort van endblokken eigenlijk. Maar die wil ik zeker gaan gebruiken in dit huis. Ook wil ik paars concrete gebruiken. Ik vind concrete blokken gewoon echt de mooiste blokken van heel Minecraft. En wat is dit? Een paarse cooler? Wat doet dat? Wow! Hier kun je gewoon dingen in bewaren. Dat is echt super cool. Alleen hebben we die nu nog niet nodig. Eerst moeten wij namelijk het huis zien te bouwen. Dus laten wij hier maar gewoon een grote pilaar neerzetten op deze manier. En wat ik dan wil doen is ik wil hier een soort van ondergrondje maken waar het huis zo meteen op komt te staan. Vervolgens wil ik hier dan nog een pilaar op deze manier hebben. En ik weet het, het ziet er tot nu toe echt super gek uit. Maar het gaat er mooi uitzien. Geloof me, oké? Hier zitten 4 blokjes tussen. Dus wat ik ga doen is ik ga hier weer 4 blokjes ertussen laten maken. En dan laat ik dit op deze manier heel soepeltjes naar beneden lopen. Wow, dit ziet er zo cool uit. En hier moet het dan natuurlijk wel mooier aflopen. Dit is tot nu toe al echt perfect. Wat ik dan wil doen is, ik wil er wat zwarte blokken bij gaan pakken. En die ga ik hier achter op een rare manier een beetje verstoppen achter de palen eigenlijk. Ik wil namelijk dat dit heel erg donker soort van gaat worden. Dit wordt namelijk een beetje de onderkant van het huis. Waar dus niet echt bepaald de focus op moet liggen zometeen. Wel moet er natuurlijk nog een pilaar komen. Die komt daar te staan, want dan zitten er weer 4 blokjes tussen. Oh, dit wordt zo'n rekenwerkje, dit huis. Hey Giel, hoe gaat het ondertussen bij jouw huis? Gaat het goed? Ja hoor, het gaat echt fantastisch. Ik ben echt al helemaal klaar met de voorkant eigenlijk. En nu al? Dat is zo ziek. Oké, ik ga ook snel weer verder. Ik zie er al wat blauws uitsteken bij Giel. Dat ziet er zo mega uit. Ik denk dat dit wel een mooie plek gaat worden voor een ingang. Dus laten we die daar gewoon zo meteen ook maken. Of nee, ik heb een veel beter idee. We maken hem aan deze kant. Dit is zoveel cooler, denk ik. En dan kan deze kant gewoon weer dicht. Zoals je kan zien, loopt het huis hier best wel op een gekke manier af naar beneden. Maar ik vind dat er echt super cool uitzien. Wat we dan namelijk kunnen doen, is we kunnen de pilaren hier door laten lopen naar boven. Voor dit huis wil ik namelijk dat alles zich afspeelt op de bovenste etage. Wow, dit ziet er zo vet uit. Het lijkt net een soort kasteel. Dit wordt dus zometeen de plek van de ingang. Dus we moeten hier een mooie deur hebben. En als het goed is, heb je ook daadwerkelijk een soort paarse deuren. Oké, die zie ik er niet tussen staan. Wat is een mangrove deur? Wow, dit ziet er al heel cool uit. Ik wil deze hier hebben. Maar we moeten ook een goede vloer hebben. Daar gaan we natuurlijk een mooi paars blok voor uitzoeken. En ik denk dat dat het purper blok wordt. Alleen moeten we eerst zorgen dat alle sneeuw natuurlijk weg is. Is het niet trouwens mooier om een soort van paarse plank hier neer te zetten? Ik denk het wel. Dit past er veel beter bij. Dus laten we de vloer maar op deze manier maken dan. Dan wordt dit de deur die we erin zetten. En wow! Het lijkt net een soort magische deur of zo. Dan hebben we natuurlijk ook een super mooie trap nodig in zo'n groot huis. En de trap, die komt hier zo te staan. Die kan hier dan mooi omhoog. Dan sluiten we dit op deze manier eventjes af. Deze ruimte daarachter ga ik ook niet meer gebruiken, want hier zo komt dit heel mooi te staan. Even kijken hoor. Zo, dit wordt dicht. En dan wil ik daar nog een soort mini trappetje hebben. Ziet dat er cool uit? Ja, ik vind van niet. Nee. Maar dan kunnen we anders wat anders zetten. Ik heb namelijk al een ideetje. Stel we zetten hier een soort bamboe neer, dan kan dat er namelijk best wel mooi uitzien. We moeten er alleen voor zorgen dat de bamboe natuurlijk niet te hoog gaat groeien. Dus wat we dan gaan doen, is we zetten er zo meteen een touwtje op. Dan doen we deze namelijk
tot hier en zetten we daar een touwtje, gaat die niet verder groeien. En deze tot daar en daar een touwtje, dan groeit dat ook niet verder. En dan hebben we daar leuke bamboeplantjes. Waar we vervolgens natuurlijk een klein randje omheen maken op deze manier, zodat we daar niet tegenaan lopen. En dan denk ik dat dat er wel super cool uitziet. De bovenkant van het huis zit er ook al redelijk goed op deze manier. Maar wat ik nu wil doen is, ik wil hier wat ramen maken. En voor de ramen gaan we denk ik deze glass panes gebruiken, want die zien er echt super mooi uit. Giel gaat zo blij zijn met zijn huis zometeen. Ik vind het huis van Giel tot nu toe echt super vet worden. We moeten er alleen voor zorgen dat dit nog een klein beetje afgewerkt is en dit ook hier boven de ramen. En als je dan hier naar de binnenkant kijkt, ziet het er hier zo mooi uit. Het is net een mega villa. En kijk hoe het eruit ziet van de buitenkant. Het lijkt net een kasteel. Ik wil natuurlijk ook gebruik maken van de furniture mod. En al die dingetjes staan hier zo. We hebben natuurlijk een paar dingetjes nodig, zoals een brievenbus. Een mooie heg hebben we natuurlijk ook nodig. En wat wil Giel nog meer? Ik denk dat hij wel een trampoline in zijn tuin wil. Dus laten we ervoor zorgen dat dat sowieso dingetjes zijn die in zijn tuintje staan. En zijn tuin wil ik aan deze kant maken. Dan wil ik hier de trampoline hebben. En natuurlijk komt de brievenbus daar te staan waar alle post in kan zometeen. En dan hebben we natuurlijk ook nog wat andere dingetjes nodig. Zoals een klein poortje, zodat niet iedereen zomaar de tuin binnenkomt lopen. Dat is niet zo fijn namelijk. Misschien een klein stenen pad. Dat ziet er ook al cool uit. En wat stoeltjes. Laten we dan de paarse stoeltjes gebruiken. Hier wil ik namelijk dat je lekker kan zitten zometeen. Een klein zithoekje komt. Of nee, waar wil ik die hebben? Ik wil die niet hier. Ik wil die hier hebben. Hier komt een zithoekje. Met een stenen pad er naartoe natuurlijk. En dat stenen pad moet ook doorlopen naar de trampoline. Sowieso ga ik de sneeuw ook eventjes weghalen uit de achtertuin. Ik vind dat er niet zo heel mooi uitzien. En ik zal ook wel wat lampjes neerzetten, zodat het niet verder gaat sneeuwen hier binnen zometeen. Dan smelt de sneeuw namelijk direct. Ook is er hier ruimte voor een klein tuinhuisje. En daar kan Giel best wel wat spulletjes in opslaan, zoals tuinstoeltjes en al dat soort dingetjes. Ik denk dat het handig is als hij dat heeft in zijn huis. Zo, dan doen we dat met één deur. En dan maken we daar natuurlijk ook weer een mooi paadje naartoe. De mooie paarse tafel heb ik hier zo. Die moet er ook bij staan. En laten we hier dan nog maar even, ja, zorgen dat het een beetje lijkt op een zooitje, denk ik. Daar zetten we gewoon de meest random spulletjes neer in het schuurtje. En natuurlijk ook een spinnenweb. Want ja, spinnenwebben die zie je heel vaak in schuurtjes terug. Dus die hebben wij hier ook. Ik denk dat dit wel een super mooie hek is die hier perfect bij past. En dan hebben we zo een super leuke achtertuin. Met natuurlijk een paar lampjes. Dan komen we nu aan in het huis zelf. En wat ik hier wil maken is, ik wil hier beneden een soort van eetruimte maken. Met een keukentje. En daarvoor moeten we hier helemaal naar beneden scrollen. Want dan kunnen we hier dingen pakken zoals een koelkast. Of een paarse wasbak met wat kastjes en al dat soort dingetjes. En dit moeten we sowieso een mooi plekje geven. Laten we de koelkast daar zetten. Dan maken we hier even wat kastjes. Doen we dit daar, dit daar. En dan wordt dat de leuke kleine keuken. Misschien moet ik dit kastje trouwens daar zetten. Ik heb namelijk een beetje een ideetje. Ik wil hier namelijk een stoel, daar een stoel en hier een tafeltje. Zodat je daar altijd lekker kan eten. En het lijkt me ook een leuk idee. Ook komt daar boven een schilderij te staan. Deze is veel te groot. Is meer te denken aan dit schilderij. Die is perfect. En dan is dit super mooi ingedeeld hier. Dan komen we nu aan op de bovenverdieping. En wat ik voor de bovenverdieping wil is, ik wil sowieso als eerst een mooi dak erop hebben. Het is wel belangrijk dat er een dak op zit, hè. En dat ga ik maken van glas. Zodat de zon hier super mooi in doorschijnt altijd. Het dak zit erop. En dan nu de inrichting. We hebben sowieso een paarse bank nodig. Een paars bed hebben we nodig. Een barbecue lijkt me niet zo handig om in het huis zelf te zetten eigenlijk. Paarse kaarsjes daarentegen wel. En oh, dit ziet er zo mooi uit. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er gewoon mooi uit. Laten we hier gewoon een mooie zithoek van maken op deze manier. Dan moeten we er eigenlijk voor zorgen dat we ook iets van een soort lage tafeltjes hebben wat leuk staat. Alleen past dat hier net niet, denk ik. Nee, dat staat een beetje in de weg. Maar wat we dan wel kunnen doen, is we kunnen er een klein matje bij uitzoeken die we hier op de grond kunnen leggen, waardoor het er heel gezellig uitziet. Ook wil ik hier dit blok hebben. Wat ik daar namelijk mee wil doen, is ik wil hier een soort van kastje van maken op deze manier. Dan hou ik het bamboe toch een klein stukje weg. En dan kan ik daarop de kaarsjes zetten. 3, 2, 1. Wauw! En die staan aan. En hier moet dan eigenlijk een slaapruimte komen. Laten we hier wat birchwood neerzetten als vloer, denk ik. Dat ziet er wel gezellig uit. En dan zetten we daar een mooi paars bed neer. Een dubbel bed zelfs. Met een mooi randje, zodat je niet eruit valt aan die kant. En natuurlijk een lekker warm matje eromheen. En dan denk ik dat het huis zo al helemaal af is. Het is tijd om een kijkje te nemen bij het huis van Giel. Maar eerst, ben je nog niet geabonneerd? Klik dan snel de abonneerknop en klik op het duimpje omhoog. Giel, ik ben zo benieuwd wat je van jouw nieuwe huis
huis gaat vinden. Dus ik zou zeggen, kom aan de hoek gelopen. Oké. Kom eraan. Welkom bij jouw nieuwe huis. Dit ziet er super vet uit. Ja toch, kom er met me mee. Dit is namelijk jouw nieuwe tuin waar je lekker kan zitten, zoals je kan zien. Oh, hallo. Ook heb je in jouw tuin een trampoline hier, zo die echt werkt. En je hebt hier zelfs een klein schuurtje waar je jouw tuinmeubeltjes kan opbergen. Oh, dit is... dit is... Dat is toch handig? Ja. Ik zal wel het poortje achter je dicht doen. Je wilt niet dat er allemaal random mensen in je tuin komen. Nee, dat wil ik niet. Inderdaad. Goed. Ook heb ik hier een mooie brievenbus. Je hebt alleen nog geen post binnengekregen. En welkom in jouw eetkamer hier beneden. Dit is echt zo vet. Je hebt echt alles heeft het gewoon. Ja, dit is je nieuwe keuken. Hier kan je lekker eten met een mooi schilderijtje. En je hebt zelfs bamboe in je huis. Dit vind ik echt heel erg vet. Dit zie je toch nooit? Nee, inderdaad. Dit is vervolgens jouw zithoek waar je een mooi uitzicht hebt op de hele wereld hier zo. En al loop je even met me mee naar deze kant, heb je hier jouw bedje. Wow, wat? Oké, het is dat het geen nacht is. Anders was ik hier zo gaan slapen nu. Oké, Alex, ik heb heel erg lang gewerkt aan dit huis en ik hoop dat je het mooi vindt. Wow, dit is mega. Wow, is dat nou een duikplank? Misschien wel, maar dan komen we straks. Dan komen we pas aan het einde. We beginnen hier bij de huistoer. Wow, dit hek is zo cool. Ja, dit vond ik ook een heel mooi hek. En hier heb je nu een trampoline. Woehoe! Ik zeg niet te veel over de trampoline, maar ik zeg alleen dat hij dadelijk nog veel vetter wordt. Oké, daar ben ik benieuwd naar. Ik zie zelfs dat je een iron trap plate hebt gebruikt. Ja, dan gaat hij automatisch open en automatisch weer dicht. Wow, dat is zo handig. En kijk, dit is jouw woonkamer. Hier kun je lekker zitten. Dit is mega! Wow! En hier heb ik nog een mooie eettafel voor je gemaakt. Dat is zo gaaf. Giel, waarom staat er eigenlijk in mijn keuken een trampoline? Dit is geen trampoline, toch? Of is dit... Dit is een... Oh, dit is wel een trampoline. Giel, nee, dit is een trampoline. maar dat komt omdat jij van trampolines houdt. En terwijl je aan het koken bent, is het toch leuk om op een trampoline te springen? Of weet dat is nou? Inderdaad zeker waar. En dit is de koelkast. Zit helaas nog niks in, maar dat kun je zelf doen. Oké, maar hoe kom je hier boven? Oh, wacht, ik zie het al. Ja, maar voor we naar boven gaan... Wacht, heb ik een achtertuin? Ja, je hebt zeker een achtertuin. Wow, met een zwembad! Ja, het is een jacuzzi, Alex. Het is een zwembad! Ja, met een lekker vuurtje erbij, zodat je lekker warm blijft. En we hebben hier nog een hele tafel. Buitenplek. Ja, joh. Dit ziet er zo cool uit, joh. Ik ben hier nu al zo blij mee. Maar nu komt het allervetst. Oh, wat dan? Nou, dit is jouw verhoogde slaapkamer, zodat je alsnog uit kan kijken op je woonkamer. Wow, en is dit mijn douche? Ja, dit is jouw douche, inderdaad. Het is zo cool dat het hier allemaal boven zit. Ja, toch? Ja, een prachtige douche erbij. Inderdaad. En hier komt echt het allervetste. Dit is namelijk een duikplank waarvan je op de trampoline kan zitten. Nee, ik heb mijn eigen duikplank. Oké. Zal ik het proberen? Ja, wel voorzichtig, hè. Oké. 3, 2, 1. Woehoe! Wow! Dit was het einde van deze video. Klik op een van de twee video's die hier naast me kunnen zien staan die moet je gezien hebben. Doei!